Jij loopt er best wel oké op, Dre. Goed, hè? Kom naar mijn vader van de boerderie. Vroeger had ik ook klompen, hele mooie rode. Ja? Maar ik heb 2 paar sokken aan nu ook. Boerensokken. Dit vind ik echt lekker, hoor. Nou, ik kan je vertellen dat ik niet op de markt achter de bar met klompen ga lopen, want dan gaat alles mis. Echt. Amoula. Ga ik ook niet volhouden. Die van jou zijn mooi, hé? Met die punten. Ja, hè? Ja? Daar, ik heb andere geverfd, maar die waren me te klein. Of te groot zijn ze die. Dus toen heb ik deze gepakt. Deze waren nog over. Met 39. Dat is mooi. Echt mooi. Het is allemaal handwerk, hè? Ja. Ik heb... Voor entertainment heb ik al een programma gemaakt, weet je. Alleen moet ik even kijken, want het moet ook gepresenteerd worden. Ja. En op zich vind ik het ook leuk om dat zelf te doen, maar er moet ook iemand erbij. Maar ik weet nog niet wie. Ik denk dat Milène het leuk vindt. Zeg je? Ik denk dat Milène het leuk vindt. Ja, kan je altijd vragen. Dus ik denk dat zij denkt dat ze over een paar weken weg is. Hey jongen, hoe vinden jullie ervan als ik een iets groter Ja? Ja. Ik wil graag geruchten dat, maar dat gaat niet gebeuren. Nee joh, als het puntje bij paaltje komt, gaan mensen dat echt niet doen. Ik geloof daar niet in. Nee! Als ze niet doen. Nou ja, misschien wel. Nou, ik zou het haar gewoon vragen. Ik denk dat ze woest wordt als ze dat hoort. Oh, dat heb ik hallo. Ook. Gisteren ook. Oh. Wat? Ja? Dat was echt niet leuk. Nee, hè? Nee. Ik was echt woest. Ja. Ja, ik denk dat ze woest wordt. Maar ik denk persoonlijk... Denk jij dat we volgende week weer gaan stemmen? Hm? Denk je dat we volgende week weer gaan stemmen? Ja. Ja? Ja. Denk je dat nu echt één... Elke week, ja. Er komt misschien wel een twist. Misschien kan het zijn dat het volgende week niet doorgaat. Maar dan is het zeker die week daarna. Die week dat wij dat evenement hebben, die 23, dat is 3 weken dus na de markt. Mm-hmm. Zijn we zeker met een hele groep minder. Ja, ik geloof dat het 20 december stopt. Dat is mijn filosofie erover. Ja, dan hebben we nog steeds, weten we dat niet. Nee, maar dat gaan ze ons nog heel lang in de twist laten zitten, joh. Misschien denken ze, ja, je kan hier over nadenken, maar je weet het niet. Maar misschien is het wel zo dat de laatste 10 misschien wel tot december blijft. Tot nu toe is het allemaal nog steeds hetzelfde als 1. Ja, ik heb 1 niet gezien, ja. Dus ik weet het niet. Het is allemaal nog steeds hetzelfde. Alleen, het enige verschil is dat zij echt wisten wanneer de einddatum was. En dat weten wij niet. Ja, en er komen nog natuurlijk allemaal twisten aan. Weet je wel, dat van dingen, dat je prijsjes en dingetjes en voordelen en prijsstellingen en dat soort dingen, dat gaan we allemaal nog krijgen. Maar hetzelfde manier van stemmen is gewoon precies hetzelfde. Die zuilen en dat soort dingen. En dan blijft het hetzelfde? Ja, het gaat niet meer veranderen. Nee, het blijft zo. Nou ja, het is niet saai. Want je moet je voor kunnen stellen dat het heel belangrijk is dat wij hier bepalen wat hier erover gaan blijven. En dat is niet saai. Waarom kom ik wel zo? Ja, maar je gaat natuurlijk weer groepjes krijgen. Hè? En dan gaan ze eerst 1 groepje wegspelen. En dan blijft het andere groepje over. En dan wordt het spannend. Als het 1 groepje overblijft, dan is het van... Hey, wie gaan we als eerste uit ons groepje troppen? En dan wordt het backstage. Ik denk dus dat nog wel heel veel verschuiving gaat spelen. De groepjes? Ja. Ja, tuurlijk. Dat wat zij is? Dat er nog heel veel verschuiving in plaats gaat vinden. In de groepjes. En dan wordt het leuk. Oeh. Ja, nee, ja, ik weet het niet. Sorry, mensen. Mm. Oh, sorry. Waar ging die? Nee, oprecht. Oh, sorry. Is er niet heel veel sorry, maar dat was wel oprecht sorry. Oh, wauw. Dre. Ja. Wist je dat wij op de bar staan? Op de bar? Ja, we gaan op de bar gaan we drankjes lekker kopen. We staan... Ja, en dan ga je gewoon op de bar staan. Doe je mondje maar open. Doe je mondje maar open. Op de bar. Dat doen we. Ja, dansen. Markt. Dans is een Hollands pakje. Op de bar dansen, toch? Ja, ook. Wat? Huh? We staan op de bar. Gaan we dansen. Nee, tuurlijk niet. Ger, hoe gaat het met de muziek? Ja? Oh,
Ja, we moeten dan in de bar. Naast de bar. Oké, op de bar. Op de bar, toch? Bij de bar. Bij de bar. Ja, nou, leuk, hè? Een puntje. Ja. Ik kan dat. Ja? Dat zelf met de mes. Stop. Nee, is handwerk voor internet. Van Marianne. Echt? Is handwerk van Marianne. Simone. Oh, maar dit is een andere. Dit is van Nijhuis. Nee, dit is ook Nijhuis, hoor. Oh. Maar die van jou veel meer een punt. Ja, het is mooier. Meer. Oh, oké, okay, nu moet ik echt stoppen. Dat denk je echt maar niet, toch? Dat daar niet al heel veel beschuit in je plaats gaan vinden. In ieder geval. Oh, ze zijn aangebrand. Het zou wel voor de heb hand... Heb je nog meer? Nee. Maar het hartstikke ruikt lekker, kan er gewoon door. Het zou wel voor de hand liggen. Ja, super. Als het gaat zoals het er nu naar uitziet. Ja, maar ik denk ook echt dat het zo gaat. Maar denk je niet dat er nog heel veel verplaatsingen dat er nog heel veel verschuivingen gaan plaatsvinden? Ik denk van wel. Zou best kunnen. Maar niet heel veel. Ik denk dat er 1 of 2 gaan switchen en dan is het klaar. Ja? Ja. Weet je wat je bedoelt? Denk ik wel. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Als het heet onder je voeten wordt. Ja hoor. Als het heet onder je voeten wordt, dan weet je dat het... En dan ga je ploep, 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 ploep. Ja, dat is wel... Ja, dan, nee, dan begrijpen we elkaar goed. Ja. Ja. Let maar op. Dat denk ik ook. Moeten die Nou, bij mij is er geen verschil, want het is bijna altijd bij mij heet onder mijn voeten. Ja, je kan het inderdaad in twee kanten kan je het bekijken. Ik heb al mijn draai op het voor gaan maken. Dan word je snel gepast. Hiske, zendertje. Ja. Ik hoef ook niet echt hele rare dingen te doen. Ja, ik ben waarschijnlijk raar, dus dat scheelt. Jij bent sowieso raar, Shell. Kijk! Hoeveel knoflook wil je? Gezichtje. Ja, daarom, dat wil ik mag niet, ook, hoor. Okay. Dat vind ik een beetje bah. Daar hou ik niet zo van. Dree, gaat Ernst jou nou ook nog leren draaien? Nee, ik laat het lekker voor wat het is. Oké, okay, jij gaat gewoon lekker. Ik stuur hem nog een mailtje een keertje. En dan als ik buiten ben, dan kan ik hem altijd nog een keer benaderen. Dan ga ik gewoon naar hem toe. Maar ik heb geen zin in zo'n een of andere bitchfight waar ik helemaal niet in wil zitten. En gewoon geen zin in. En de lol is er heel snel vanaf als er zo'n... zo'n persoon tussen zit. Dus nee, geen zin in. Maar Danny blijft toch ook komen? Ja. Ja, als het goed is wel. En als ik hier uit ben, dan kan ik... bij hem draaien. Dan heb ik gewoon alsnog contact met hem. Nee, daar maak ik me echt niet druk om. En ik heb thuis, weet je, ik maak me sowieso niet druk. Want ik heb thuis gewoon een set staan. Dus ik kan sowieso verder. Oké. Waar komt Danny eigenlijk vandaan? Amsterdam? Of niet? Wat? Zaandam, ligt naast Amsterdam. Ik denk dat ik er ook gewoon nog één neem. Lekker, lekker. Een DJ-set. Of niet eens? Wat? Je zei toch, ik neem er ook één? Ja. Bedoel je de DJ-set? Ik word ook DJ. Ik heet DJ Gans. DJ Gans, Moeder de Gans. Mother Goose. DJ Gans. DJ Mother Goose. Ja, Mother Goose. Here is Mother Goose. Ja, ik ga morgen even mailen naar een aantal DJ's. Leuk. Ja. Ik ken nog wel eentje. Ja. Hij heet DJ Ernst. Ja? Mag iedereen bij zijn. Want mijn vrouw heeft namelijk niks voor zichzelf uitgenodigd. Ja? Nens. Mijn grote vriendin. Komt ze weer? Ik hoop het. Voor? Presentatielessen. Voor de dinnershow. Om te presenteren. Oh. Maar ja, Jordi wil helaas met me samen presenteren. Niet! Nee, ik wil algemeen niet presenteren. Oorzaak is niet jij. Word je ook niet? Gewoon niet leuk. Ik vond niet te gek. Niet jouw ding. Ik dacht dat je dat juist wilde doen ook. Nou, het leek me dus leuk om daar lessen in te krijgen. Weet je, allemaal dat soort dingen. En toen vervolgens stond ik daar te presenteren bij Love is Love. En toen dacht ik zo van...
Ik ben blij dat ik niet daarna mijn geld heb gespendeerd. Ja, echt? Want wat vind je er dan niet leuk aan? Ik weet niet. Ik ben ook niet echt helemaal goed op voorbereid als dat soort dingen. Ik weet ook niet wat voor publiek je per se aanspreekt. Ja, het was, maar misschien was het ook door op de dag zelf voor, maar... Hectisch misschien ook. Ja. Ik vind het namelijk wel echt wat voor jou. Kijk, publiek entertainment vind ik dan wat meer voor mij, maar niet per se presenteren daarin. Oké. Wat zou je dan wel willen doen? Dansen? Nee. Fren en Jordi gaan een dans waarschijnlijk maken. Dat voor wel. De dinnershow. Ja, echt? Oh, dat vind ik leuk. Maar we kunnen, weet je wat ze is? Ik kan wel publiek gewoon entertainen. Ik bedoel, kijk maar naar met het hele dansgebeuren. Dat is ook meer van, jij kan niet heel goed dansen. Dus het is meer van dat ik een soort van een hele act omheen bouw. Mm-hmm. Ik heb het goed gewaardeerd. Ja, ik heb echt met smaak heb ik zitten kijken naar jullie. Echt waar. Ik vond het super. Heb je die avond dat ook gezien? Of bedoel nee, je? Nee, gewoon vooraf. Jullie oefeningen, ja. Dingen. Nee, dat was ook dus, echt heel erg leuk. Dat was dus dat keer 5 met extraness. Ja, echt? Wil je dat nog een keertje doen? Ja, tijdens de dinnershow. Nee. Nou. Komt goed hoor. Oké. Ik wou net zeggen, doe het. Ze bedrijven met een knoflookmes. Haal voor een trein af. Hij zegt niks. Spijtig genoeg. Lekker purr.